christens en boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven na de dood. Na de dood, na de dood. Er is leven na de dood. Eet gerust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven na de dood. We hebben denk ik in ons huis 40, 50 overlijdens per jaar. Mm-hmm. En daar is gemiddeld zeg maar 0,8 euthanasie bij. En dus er komt niet zoveel voor. Je kunt altijd iemand met de rug van je hand, kun je altijd iemand aan de wang aanraken. Dat leer je als je werkt met dementerenden die niet meer praten, maar die je wel op een andere manier onmiddellijk kunt benaderen. Mensen in een gevorderde dementie die je niet meer kunt uitleggen wat er aan de hand is, hè, die ze niet meer weten waar het over gaat, die kun je niet doodmaken. Maar jullie zeggen allemaal ja, 140.000 MVVE-leden vinden dat dat gewoon moet. Er zitten ook hele vrolijke sukkels mee, die schrijven op, zelfs als ik protesteer wil ik dat. Oh. Sterven is gewoon voorgoed ineens zeggen. Je hoeft nergens overheen. Dat is het nou juist, alle hekjes verdwijnen. Je valt in slaap, alleen je wordt niet meer wakker. Mijn collega's zeggen wel, nou, als keizer dus de hemel ooit binnenkomt, en dat is natuurlijk op zich al een hypothetische mogelijkheid, maar dan zal hem een zeer intens troepje staan op te wachten. Maar die zullen toch eens even vertellen wat ze eigenlijk vonden van die verrekte euthanasie. Ik heb altijd gelezen, maar de eerste Nederlandse schrijver die ik las, waarbij ik dacht, iets wonderbaarlijks dacht, hè, nadacht over het feit dat het geschreven was met Simon Kemichelt. Tweede, derde klas van de HBS, 14, 15 jaar oud. Die zijn zo verpletterend saai. Omdat ik helemaal niets op durfde te schrijven van waar ik mee zat. Waar zat ik mee? Nou, ik was nog nooit met een vrouw naar bed geweest. En dat was eigenlijk het enige, als je mijn lijstje zou kijken, dat was het enige wat ik zou willen. Geen komma daarover. Zo zielig. Als je mij had gevraagd op mijn 20ste, wat is het bijzonderste wat je is overkomen op aarde? Dan kom ik altijd, en ik meende dat ook, dan kom ik altijd met Wittgenstein de aanzetten of Plato, maar ook met een boek. Of Reven zou ik noemen. Als middel de Sun uit Nijmegen. En die zei, het is zeker al vergeven. Dat, maar je moest eens weten. Ik moet eerlijk zeggen, als we Gent en Loos of Albert Heijn gebeld hadden, we gaan het uitgeven, had ik ook gezegd. I don't have a reason. And if you say you have, then I know I'm crazy. Maybe because I don't have a reason. There's no sin. Het suprem dat de thans zo hoog gestegen Kater Abdullah begon met voorlezen, waren er hooguit 6 schepselen gods in de zaak aan deze. Met voltallige personeel meegerekend. Maar dan krijgt hij een taoachtige terechtwijzing. Dat vooral meer gaat om de weg ernaartoe. En omdat Steve veel boeken koopt om die lange weg te behandelen, weet de boekhandelaar op tijd in te gaan zwijgen. Houd je vast, gevederde baby. Pak in godsnaam die manen vast. Maar nee, pardoes in de teer. Zwart asfaltlijn plus gele bonte kont, bloed onder treks en nog meer. Wat weet de beesten ook van de vaart en volkeren af? Schilderijen die nooit bij jou zijn opgekomen, Rembrandt, en bij de korenbloem Johannes Vermeer nog stukken minder. Je zou zweren de Duitse vlag op korte baan. Dus is het de Belgische. Van alle vluchtlijnen ver weg de schilderachtigste. Ik heb het al vaker gezegd. Men kan niet aan mij zien wat ik allemaal weet van wat er van anderen zal kunnen geworden. Alles. Weet je wat, ik ga stiekem op Facebook. En de wereld ging open, zeg. Ik heb echt, nou, ik heb in de laatste jaren niet zoiets leuks meegemaakt. Zullen we nog even terug met deze bundel? Ja. Maar kijk, de bundel kan je altijd lezen. En deze wetenswaardigheden.
70. De zilte struiken hielden mij voortdurend uit de slaap. De honden naast me dreven langs voor aap. Koreaanse oesters met Koreaanse baarden. Zeepaarden gestuurd door paardenstaarten. Dennenstroop met tuiten langs de mastgracht. Korenaren wiegend in de zweetnacht. Zo sliep ik in, mijn bed op open zee. Alles normaal, alleen mijn leeftijd vreemd. Dankjewel. Soms zie ik de regen door de ruiten. De stad ligt verlaten in de nacht. Een enkeling waagt zich daar nog buiten en staart verdrietig in de gracht. Waarom zou je zwerven langs de straten, waar het nat en koud en somber is? Waarom zou je staren in het water, als er nog theater is? Daar branden de spot.